Gyarados, I summon you! Oh! Oh! Oeh! Oh, ik maakte een geintje! Go, go, go! Yo gamers, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Pokémon Snap. De game is geüpdate. Er is gratis DLC momenteel beschikbaar voor iedereen. New areas are added. Secret Side Path, Mightywide River Day and Night en Barren Badlands Day and Night. New Pokémon encounters await you in those newly added areas. Professor, you look really happy. Did something good happen? Oh, there you are. Excellent timing. You see? I was re-examining the results of our survey so far. And I found a new teleportation point. En dat is gewoon op het... Nee, dat is, niet op... dat is op het eiland bij de jungle is dat. One of them is near the jungle on... Okay, dat is letterlijk wat ik zei, professor. Haven't we already researched this island? That's the exciting thing about a research like this. You can discover something new every day. Well, we'll be the ones looking into it. That's right. I'm counting on you. Todd, I've heard one of those places might be a bit nostalgic for me. For jou! Todd, heel sick. I think this will turn out to be a really fun expedition. Belangrijk dingetje. Er zijn dus 3 nieuwe mappen. Dat betekent dat er 3 video's aankomen van Pokémon Snap. Terwijl veel hier staat. Vandaag aflevering 1. Overmorgen aflevering 2. En 2 dagen daarna komt de laatste aflevering. Hey, I gotta tell you something. Nou, wat is er veel? This is just between you and me, okay? You're not gonna believe this new feature for the Neo One the professor tested out. Apparently, it shrinks the whole pod and whoever riding in it. Anyway, the shrink function should kick in automatically if you run a scan at the one spot in the nature park. So let's find that spot. Oké, dat kunnen we zeker weten doen. Ik weet wel waar het is. Maar deze gaan we bewaren voor een andere aflevering. Want ik ben heel erg excited om hierheen te gaan naar de Mighty White River. Dan gaan we de volgende aflevering gaan we lekker klein worden. En de laatste aflevering gaan we naar de Barren Badlands. Dus vergeet ook niet eventjes te abonneren op mijn YouTube kanaal. Om geen Pokémon Snap te missen. Gamers, daar gaan we. De River Day 1. Oké. Wat gaan we zien? Ik zie Magikarp. Het is een Magikarp voor me. En ik denk dat we iets met die Magikarp moeten gaan doen. I'm just saying. Oh, de stream is... Wat? Wat is de stream? Main River. Heel ziek. Nou, doei Magikarp. Oh, beautiful. Oh, ik heb natuurlijk... Oh, goddammit. Ik heb mijn burst mode nog aan op 6 foto's. Laten we dat heel eventjes uitzetten. Anders zijn we in één keer out of pictures. Heel veel metapods. De ouwe... Ik heb zoveel... Hey! Crookie! Hey, Sobble! Ik heb bij sommige Pokémons heb ik zoveel moeite gedaan om die 4-ster te krijgen, weet je wel. En dan heb ik het gevoel dat ze denken, oh, eigenlijk zijn ze nog best wel moeilijk. Zo bijvoorbeeld Epon. En laten we die er ook makkelijker tussen gooien, weet je wel. Helemaal balen. Even een scannetje doen. Er zit niks hier. Even een appeltje gooien. Ah! Oh mijn god! Jesus Christ! Oh, jij... Oh... Jij klootzakkie, joh. Hey, Magikarp. Hele zikke jump. Wat is dat, joh? Sloeg helemaal nergens. Psyduck! Oh my god. En Epons. Ik ga Psyduck redden. Hij is in gevaar. I'm gonna rescue you. Get out of here. Blijf van mijn boy Psyduck af. Ik ben hem aan het redden. Kijk hoe blij die is. Ik heb hem gered. Waarom kan ik scannen? Ik kan niet scannen. Ik kan hier wat scannen. Oh, wat staat hier? De boom? There's claw marks and how to mark the territory. Oké, leuk. Ursaring! Ik las de naam niet eens. Oh, Ursaring! Maar misschien is die in de nacht te vinden hier. Alright, daar gaan we weer. We gaan naar beneden. De toucan! Oh, daar konden we dat ding gooien. Oh, nou, nog eentje. Alright, Alright. Hey, Magikarp. Ik weet dat er iets met deze Magikarp kan gebeuren. Ik ga niks spoilen. Maar, hè? Er kan wat gebeuren. De toucan! Ah, de toucanen! Oh, de river! Is dit een Easter egg? It may look like something behind the waterfall. Oh, een crystalbloem! Oh, ik dacht dat we iets heel anders moesten doen met de waterfall. Omdat er Magikarp's zijn. De mooie Magikarps. Ik zie daar ook Sobble weer lopen. Ik ben echt totaal niet meer aan het opletten. Ik zie Swampert daar. Tropius! Oh my god! I love you! 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 Sorry, ik ben groot fan van Tropius, alright? Deze gozers. Ook vervelend om alle sterren mee te krijgen. Krijg je die misschien hier wel wakker? Who knows? Waarschijnlijk niet. Alright. Oh, Psyduck. Hey, you're swimming. Hey, good boy. Who's a good boy? Hier, neem een appel. Oh, oh, oh. Heel schattig dit. Hier, hier, neem een appeltje. Ja, ja, ja. Perfect. Perfect. Oh, ja. Kom maar door. We blijven even die foto's maken. Heel leuk. Nou, ga je nog even een appeltje eten? Dat mag wel van mijn gozietje. Oh, die had hij meteen opgeslokt. En lekker. Hoe gaat het met jou, Psyduck? Nee? Gaat het niet meer goed? Alright, doei. Oh, it's pretty. Ik heb het gevoel dat ik best wel veel heb gemist. Maar dat geeft niet. Dat is leuk. En anders ben je helemaal dood gespeeld. Nou ja, het is nog steeds hetzelfde spel, maar... Oh, Kristabloem! Kristabloem geraakt! Yeah! Let's go. I'm a gamer. Oh, oh, Toucan. Toucan. Hey, Toucan. Hallo, Toucan. Wil je appel, Toucan? Geen appel? Oké. Okay. Dan krijg je toch geen appel, joh. Stink, Toucan. Tonky tanky. Hey, look at that. Look at that. Look at that ass. Look at that. Look at that ass. Hey, hey. Look at that ass. Oh, en hij is gone. Ik kan weer wat scannen. Moet ik hier zijn? Oh, hier. Wat is dit? Water floats from the hole in the wall. Dat betekent dat we misschien ergens anders heen konden. Hey! Dan ben je lekker aan het chillen, gast. Dan ben je al lekker aan het chillen. Heel ziek dit ook. Maar het heel veel Magikarps en Beautyflies hebben we al gehad. Dat is het einde alweer. En dan weer allemaal tropiëssen. Kijk, ze slapen. Oh, dit is zo cute. Dit is zo cute. Vind ik heb gezien op mijn lijf. Ah! Oké, dus dan is er sowieso een alternate path. Waardoor we dus daaruit kunnen komen. Hoe ben je op het pef gekomen? Ik heb geen idee. But I'm excited to find out. We hebben hier een hele leuke 3-ster Feraligatr. Die totaal niet in frame had. Maakt niet uit. Maar die koppie. Die koppie. Die gaan we doen. De koppie gaan we doen. Heel leuk. Dan hebben we Tropius. We hebben de 1-ster. Maar we hebben ook al meteen de 4-ster. En toen was hij aan het vliegen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb de 1-ster wel beter op de foto. Aangezien er heel veel gras boven de 4-ster staat. Maar we weten hoe we die kunnen krijgen nu. We gaan dan met de Toucan. De Toucan. En Psyduck. Heel ziek. Lekker, lekker chillende gozer. We hebben de 2-ster dat hij wordt geflinched. En we hebben de 3-ster dat hij aan het wegrennen was. Nou, ik ben benieuwd of ik het nog een beetje heb. Of we meteen wat diamonds bij kunnen gooien. Ik heb echt het gevoel dat we heel veel Pokémon hebben gemist. Ik weet dat ik sowieso een Pokémon heb gemist hier. En nogmaals, het heeft te maken met die Magikarp. Hey, hebben we gewoon een betere Grookey-foto? I mean, it's kinda cute met die sobbel in de achtergrond. It's kinda cute. Dus op zich, ja, die wil ik best wel nemen. Het is wel een beetje donker, maar vooruit. Sobbel, die compleet stoned kijkt. Die is beter. I mean, sure. I mean, sure. Feraligatr, dat komt... kom op, dat koppie. Dat is toch een leuk koppie. Ik vind hem heel leuk. Size is sowieso... Hij is gewoon best prima, ondanks dat hij gewoon helemaal onder water zit. Hij is net niet goed genoeg. God damn it. Ah, iets beter gepositioneerd. Dan had ik hem gewoon gehad. Dat is zo'n leuk koppie, joh. Nou, Magikarp under the water. Is die goed genoeg? Helaas niet. Dancing Psyduck. Ik ben benieuwd. Nou ja, niet dancing. Hij is gewoon aan het flinchen. En hij is precies 4000. Lekker. Diamantjes binnen. Toucan. Ja hoor. Kom maar door. Helemaal niet goed. En de nieuwste. Allerbeste. Tropius, baby. Alright. 500, 1700, 800. Ja, lekker boven de 4000. Daar doen we het voor. Daar doen we het voor. En kijk eens aan. Swampert ook weer niet goed genoeg. Weet je wat? Stik er maar lekker in dan, hè, Gerda? I'll never have guessed it was your first trip out here. Bro, ik mis 2800 punten. Ik ga nog eventjes een keertje... Heel snel door het rivier heen. Zodat we level 2 unlocken. Oh, we hebben een zwemmende Swampert. Hallo. Hoe kom jij hier nou? Oh, oh. Waar gaat een alternate path? Daar is alternate path. We found him. We found him. Maar ik weet niet waar ik hem niet kan achtervolgen. Maar we hebben hem gevonden. De alternate path hier achter deze bloemetjes. En we hebben vooral heel veel extra foto's gemaakt van Pokémon die we eigenlijk al hadden. Maar nog niet gefotografeerd in het level. Waardoor we dus heel veel punten zouden moeten krijgen. En kijk eens aan. Let's go. Level 2 unlocked. En al bijna level 3. By the way. Oh god. We gaan ook weer nieuwe dingen krijgen natuurlijk. We gaan ook de Night Cycle krijgen. Zoveel content joh. How was your ride down the river? It seems like quite an adventure. Just watching you really brought me back. Kijk, dat heeft hij ook natuurlijk gehad. Hij heeft ook precies hetzelfde gedaan met Psyduck. It seriously freaks me out when the Neo One suddenly just dropped. What do you say to try out the river at night next? The professor already approved it. We're gonna fall down the waterfall in the dark? That's fine. Not like I'm scared or anything. We hebben nu ook de plattegrond en dat is heel erg fijn. We weten sowieso dat er een alternatieve path is. En dat is door de bossen daarheen, door de grot. En ik denk ook dat dat het enige is. We kunnen niveau 2 doen. Maar hey, weet je wat? We gaan gewoon Night Cycle doen. Ik kan jullie vast vertellen. We gaan niet in deze video's de game 100% completen. Dat doe ik allemaal wel uiteindelijk in mijn vrije tijd. Maar ik vind het wel heel erg leuk om jullie zoveel mogelijk alles te laten zien. De woepers zijn hier. En de moorlullen. Woepa, 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 woepa. Look at them being happy. Look at them being happy. Oh, oh. You're being sad. Ja, ze zijn bang. Alright, heel nice. En, oh, Ariados. Hallo. En ik zag hier ook een gigantisch Ariados spinnenweb. En de toucan. Oh, tropjes is lekker tukkie te doen, joh. Lekker, lekker tukkie. Even wakker maken. Ja, lekker. Oh, ik hoor wat. Hallo. Oh, hey, Feraligatr zit daar gewoon boven te chillen, joh. Hallo. Hey. Hey, 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 hey. Pst, hey, pst. Hallo, ik ben hier. Oh, en hij doet niks meer. Ik hoop dat hij misschien zou jumpen of zo. Oh, we hebben Quagsires ook hier zo. Al heel veel oude van die jungle map zijn hier. En die woepers zijn maar die Quags zijn wat lief. Oh, ik hoor Yen Megas. Oh, of Ladybaas. Ook prima, joh. Maar laten we van alles gewoon een foto maken, zodat we meteen die level 2 unlocken. Woepers, wederom natuurlijk weer blij zoals ze zijn. En let's go. Oké, okay. Feraligatr zit daar te hunten, denk ik. En nee, een stukje aan het doen. Die is heel leuk. Kan ik hem erin gooien? Kan ik hem erin gooien? Can you get in the water, please? Can you get in the water? Al wel leuk geweest, als ik hem gewoon erin kon gooien. Crystal Bloom activated. Oh, heel mooi. Hé, hey, wat is dit? The large Pokémon's skill. The waterfall leaving deep koetjes dust. Wat? Bedoel je Magikarp? Ik kan Magikarp klimmen? Nee. Hoe komen we daar naar? We hebben Psyduck! Mijn vriend, hallo, makka. Oh, er is ook een tropje nog aan het slapen daar. Maar ik zie ook hier, jullie, hier is het leuk daar te doen. Maar kan ik daar ook lang? Is die alternate path ook voor mij? Ik denk dat ik die ook level 2 pas kan unlocken hier. Hey, Swampert, ben je lekker aan het zwemmen ook gewoon anders? Ja, dat ben je zeker. En dan gaat hij weer hoor. Doei, naar de alternate path, zonder mij. Zou ze ook een legendarische of mythical Pokémon hebben toegevoegd? Ik weet niet wat je hier zou moeten toevoegen eigenlijk. Maar laten we deze allemaal eventjes opfleuren zo. Heel lief. Oh zo, ik ga ze lekker wakker maken. Oh, is ze lekker wakker. Oh, wat mooi. Oh, Quagsire. How you doing, makker? Hey, hallo. Oh, Wooper. How you doing? Look how happy. Look how happy they both are. En dan zijn we bij het laatste gedeelte. De Ladians zijn er weer. Hartstikke genieten. Wat zijn jullie ook wel mooie, mooie beestjes. Over mooie beestjes gesproken. Boom. Got him. Helemaal een slechte baggerfoto, maar goed. Waren er nieuwe Pokémons? Nee. Hebben we Pokémons beter kunnen fotograferen? Ja. We hebben nieuwe tropiërs. Ik heb de 3-ster gepakt dat hij aan het slapen was met een Moorluls. En hij is meer dan 4000. Dus daar hoeven we niet meer naar om te kijken. En de 2-ster kunnen we heel makkelijk krijgen door hem wakker te maken. Dus ik weet ook alles van tropisch krijgt. Dus dat is heel vet. We hebben Feraligatr hier. Heel erg leuk. Het is helaas niet het koppie. Maar ik vind deze dat hij hier slaapt ook heel erg leuk. Hey, we hebben een Quagsire die beter is. Altijd goed. We hebben 50.000 XP nodig voor het nieuwe research level. En we missen 235. Are you kidding me? Nou, level 2 van de night is unlocked. We gaan eerst naar day number 2. Hoop dat we ook genoeg punten krijgen voor day nummer 3. En dan gaan we nog night niveau 2 doen. En kijken of we is dat een Arbok die aan het zwemmen is? Are you kidding me? Dan vraag je af en toe wel eens waarom, weet je wel. Dat soort dingen. En dan kan Jansen. Dan kan Jansen met de pot. Lekker Jansen. Zo, daar hebben we een goede van. Oh, en er is een woeper bij de Grookey. Heel leuk. Wat zit daar nou? Oh, dat is ook weer een Beautyfly. Hey, hallo. Alright, Feraligatr komt waarschijnlijk weer uit het water. Oh, Magikarp sowieso ook. Nice. Nou, kom even jumpscaren. Ja, ja, ja. Dat dacht ik al. Doei. Oh, en Quagsire is erbij. Hey, zijn jullie maatjes? Zijn jullie beste vrienden ook gewoon? Jullie lijken wel beste vrienden. Tot in ieder geval geen Pokémon. Arbok is nu daar een tukje aan doen. Dat is leuk. Dat is lief. Kunnen we hem ook in het water weer krijgen. Hey, pst. Hey, pst. Hey, pst. Hey, Arbok. Hey, pst. Hallo? Hey. Hey, wake up. Wake up, sunshine. Wake up. Gaat niet gebeuren. Oh, oh, oh. Wat gebeurt er? 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 Oh. Oh, de Gyarados! Oh, ik dat was zeg maar wat ik wilde zeggen. Gyarados. Oh, oh, oh. Alternate path, omdat Gyarados kwam. Oh. Oh, hallo, troopjes. Hey! Hello, can you fly for me, please? Oh my god, I love you so much. I love you so much. Yeah, yeah, yeah. Fly again. Fly again. Yes, 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 yes. Oh mijn god. Ik zei toch Gyarados? Dan wil ik dus zeg maar niet spoilen aan je dat Gyarados in de game zat. Maar hey, hij zit in de game. We hebben hem gezien. So, dit is geen spoiler meer. No spoilerino. We hebben hem alleen niet op de foto gekregen. We hebben hem gezien. Maar hij is niet op de foto. Hij staat altijd een path. Kunnen we naar binnen? Can we go inside? I know we can go. Oh, hey. Hallo. Hey. Mogen wij ook naar binnen hier? Nee. Jullie camera gewoon uit. Alright. Geen probleem. Wooper en Psyduck samen. Heel schattig. Heel lief. Want namelijk in een trailer had ik gezien dat Gyarados... Ja, dat kan ik nu wel zeggen. Dat uit de waterval kwam. Zeg maar, hier was ik langs gegaan. En dan kwam deze achter ons springen. Nou hebben we Gyarados geunlocked op een bepaalde manier. Dat hij komt. Weet je wel. Maar... Ja, voor de rest weet ik niet veel. Oh, hallo meneer de Toucan. Geef me Gyarados, dankjewel. Dat hij hier misschien voorbij zou komen, weet je wel. Gewoon goed achter ons blijven kijken. Gyarados! I summon you! Oh! 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 Ik maakte een geintje! Oh! Ik maakte een geintje! Ik wist dat het hier was. I didn't know. I didn't know. I didn't know. Hier, neem appel. Neem een appeltje. Neem een appeltje. Ja. Ja. Take apple. Take apple. Take apple. Yes, take apple. Neem appeltje. Oh, Magikarp. Dat is je baby. Dat is je baby. Oh, hallo. Ah, kijk hoe blij die is. Weet je hoe lastig is om deze gozer goed te fotograferen? Nee, geen idee. Maar we hebben elke ster die we kunnen hebben, denk ik, van deze gozer. Heel vet. Heel dope. Oh, and he's gone again. Holy shit. I told you Gyarados was in this game. Nou, heel goed nieuws. We hebben de 1, 2 en 3 sterren al van Gyarados. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Gyarados, nieuw erbij. Ik ben voor de 1 ster gegaan. Want ik was gewoon niet tevreden over de andere sterren. We gaan even zien hoe qua size is. Missen maar 500. Valt reuze mee. Maar er is geen diamond. Dit gaat zo'n lastig Pokémon worden om diamond te krijgen. Omdat die zo groot is. Dat je gewoon dat ding perfect in beeld moet krijgen met size. Dit gaat echt een struggle worden. Maar heb ik 28.000 punten verdiend? Nee. Alright, Crystal Bloom geactiveerd. Oh, daar is de Gyarados. I see hem. Oh. Oh, 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 mijn god. Dat is Quagsire die springt. Ik dacht dat het Gyarados was. Holy shit, ik schrik gewoon weer. Oké, Gyarados. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, Gyarados. Kom maar. Ja, ja, alright. Ik kan niet moeten uitzoomen. We hebben de 1, 2, 3 en 4 ster van Gyarados gevonden. Dat hij eruit komt te springen is namelijk 4 ster. Maar die kunnen we sowieso nog een keertje beter fotograferen. Ik ben groot fan van deze 2 ster, kan ik je vertellen. Een beter Psyduck. Lekker. Die is ook heel cute en leuk. Gyarados. Meer dan 4000. We love to see that. Betere Toucan. We love to see that as well. Maar is het 10.000 genoeg? Hell yeah, het is 10.000 genoeg. Kunnen we nu de alternate path vinden? Niveau 3. Wat gaat het ons brengen? Nou, Arbok zit nog steeds daar. Apon zit hier te chillen. Hier zitten nog meer Apons te chillen. Daar niet van. Met dat potje zit gewoon lekker in de boom. Als ze horen. Sobble en Cookie zijn daar lekker aan het chillenbillen of zo. Oh, 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 oh. Vliegende troopjes overal. Een gestreste Psyduck. Hij staat al eerder stil. Waarom? Wat ben je aan het doen? Ursaring! Oh, oh. Ursaring, what are you doing? Gaat die Psyduck helpen? Oh, nee. Denk het niet. Ik ga hem even laten flinchen. Dan hebben we ook sowieso de 2 ster weten hoe die moeten krijgen. Gaat hij nog wat anders doen? Gaat hij nog even roaren? Gaat hij ook een appeltje eten? Hij gaat een appeltje eten. Oh, hij eet heel lief een appel. Oh, hij doet een leuk dansje. Oké, Ursaring gevonden. Nice. In ieder geval, we wisten dat hij in ieder geval daar was. Daar niet van. Oh, en nu zit daar een Ursaring te tukken. Heel lief. Ik weet nou dat Ursaring zo'n grote staart had, om mee te zijn. Dan gaan we nog even naar Gozer hier vanaf springen. Nee? Alright. Hey, Venusaur. How are you doing? How are you doing, good boy? A lot of Venusaurs. I'm very happy to see you all. Ik heb geen idee hoe deze alternate path krijgen. Misschien de Quagsires know the way. Quagsires, do you know the way? Wat was dat? Oh, Trilber! Oh my god. Wat doet die hier nou? Verder zijn gewoon die cave te vinden. Hè? Hè? Psyduck? Oh, er zijn er heel veel. Kijk die moldy. Oh, wat lief. Look at them being moles. Dan zijn wij heel klein. Ik zie meteen echt zoveel Ursaring ook gewoon. Daar is er ook weer eentje. Wat zit hier? Zit een Swampert? Hallo? Waarom zit Swampert hier? Hey Swampy. Ik betwijfel het of Gyarados komt. Het is Quagsire. Are you kidding me? Oh, wacht. Oh! Hij kwam toch wel. Ik ben gedebait. Er komt alsnog een Gyarados. Interessant. Nogmaals, geen idee hoe ik bij de alternate path kom. Maar dat is uiteindelijk wel een leuk dingetje om uit te gaan zoeken voor mezelf. We hebben de Earthswing 1 en 2 ster trouwens gevonden. En van Drillbur hebben we de 1 ster, de 2 ster dat aan het eten is en de 3 ster dat hij aan het zwaaien was. Peter Psyduck, we love to see that. Earthswing, lekker aan het zwaaien naar ons. Easy Diamond. Ik ben bang dat Drillbur een beetje te klein is, aangezien het best wel een klein Pokémon is. Maar hey, 4000, daar doen we het mee. Deze Gyarados, helaas geen Diamond. Echt allebei bijna. Je ziet wel dat ik een klein alternatief paardje heb gevonden in de day. Maar we gaan Night Cycle level 2 doen als laatste. Misschien is die alternatieve path door die cave misschien alleen maar te verkrijgen in de nacht. Wie weet? Wie weet? Ik niet. Gyarados zit lekker in zijn spinnenwebbetje. Dat is wel leuk. Oh, Drillbur zit hier nu ook gewoon al, hè? Hij zit hier gewoon te graven, die gozer. Hé, graven de gozer. Wat ben je aan het doen? Hé, joh. Hé, jij daar, boef. Hey, poef. Tropius staat ook echt. Hè? Ik ben zo'n fan van Tropius, joh. Dat is niet normaal. It's not normal anymore. Oh, man. I'm loving that boy. Oké, maar gaat Feraligatr maar weer jumpscaren door hier te springen? Of gaat hij dan dit keer... Gelooflijke klootzak dat het ook is, hè? Ik vroeg het nog. Ga je het doen? En hij deed het gewoon zonder ja te zeggen. Hallo, gaat het met jou? Oh, Earthswing. Oh, hij was wel boos, Earthswing. Dat vond hij niet leuk. Hij was er niet heel blij met die jumpscare. Snap ik. Same. I feel you. En dat misschien ook de 4-ster is als je hem perfect fotografeert. Dat hij springt. Oeh, kijk. Epon. Is hij nou aan het vissen? Lijkt hij aan het vissen. Oh, hij scared hem. Oh, Magikarp wil drogen. Dat is zielig. Hey, Ladium, maak ze even wakker of zo. Kun je hem wakker worden of zo? Kun je hem naar het alternatieve pad brengen ook? Ik weet dat hier een alternatief pad is. Oh, ik kan wat. Ik kan scannen. Wat kan ik scannen? Oh, hey. Kan ik scannen? Ja. There's... Oh, yes. I found it. Doei, Feraligatr. I love you. Bye. Bye. You fucking bitch. Oh, we hebben een cave gevonden. Yes. I don't know. Ik heb geen idee. We hebben wel lullen gevonden. Heel veel lullen. Ik ben blij dat ik dit heb nog even kunnen laten zien aan jullie. Dat wilde ik wel heel graag. Ga je nog zwaaien ook naar mij of zo? Of is dat... Te veel gevraagd? Oké, te veel gevraagd. Wat de hel zijn dat? Oh, cliffers! Oh, wat cute! Waarom zitten hun hierin? I mean, they're all cute and all. Just didn't expect them to be here. Alright, just telling you. Kom lekker eten. Wie gaat eten? Ga je eten? Alright. Good job on you. Oh, en doet een leuk cirkeltje. Ik wil die kussenbloem raken, dank je. Oeh, is allemaal mooi opgelicht. Wat hoor ik hier allemaal aan mijn... Je bent lekker aan het graven, joh. We zijn lekker bezig, joh. We zijn heel lekker bezig. Ik denk niet dat je moest stoppen of zo, weet je. Dat zei ik echt totaal niet. Maar prima. Oh, hier. Kussenbloem. Te laat. Wee. Oh, waar ga ik heen? Ah, te snel. Oh, tropjes. Wow. Hey. Hallo, Sampert. Nou, er komt er sowieso geen Gyarados meer. Maar we hebben een nieuwe pad gevonden. Ik denk dat u vast ook in de dag op een bepaalde manier te bereiken valt. Kijk hoe dichtbij die Drillbur hier is. Kijk hoe lief. En dat er nog genoeg te exploren valt in dit mooie Pokémon Snap wereldje. En door die Feraligatr foto hebben we ook een 3-ster Diamond erbij. Sick. En natuurlijk de nieuwste aanwinst, Cleffa. En ik denk dat die net niet, dacht ik al. Nou ja, die kunnen we altijd de volgende keer beter doen. Hopelijk zijn jullie er over 2 dagen weer bij overmorgen. Bij een nieuwe Pokémon Snap avontuur waarin we gaan proberen te krimpen. En dan allemaal verschillende Pokémons gigantisch te zien. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Vergeet dit hiernaast ook leuke video's te checken. De playlist van Pokémon Snap ook helemaal te kijken. En ik zet de mening dat het is later.